Het district Wanica heeft kennis gemaakt met het project Inclusion of the Youth in Combating Gender-Based and Domestic Violence. Dit project, dat gisteren is uitgevoerd op de Anne Bakkerschool te Helene Christina, heeft tot doel bewustzijn creëren onder jonge kinderen met betrekking tot de onderwerpen gender, huiselijk geweld tegen kinderen en kindermishandeling. Dit doel wordt verwezenlijkt middels het verzorgen van informatiesessies door de zogeheten huiselijk geweldambassadeurs op de GLO-scholen. We brengen u enkele fragmenten van de infosessie op de Anne Bakkerschool. Het is gebleken dat in de periode dat de mensen dus niet naar buiten konden, niet naar school konden, niet naar hun werk konden, dat er ook negatieve gevolgen daarvan waren. Heel veel huiselijk geweld heeft de kop opgestoken, niet alleen in Suriname, in alle landen van de wereld, ook in Nederland. En dat heeft ons gedacht, wij moeten proberen daar iets tegen te doen. Vandaar het project Ambassadeurs tegen huiselijk geweld, die zit te staan op de shirts van de mensen hier allemaal. Je hebt zelf ook zo'n shirt, die hebben we vandaag niet aangedaan. Het is heel belangrijk dat iedereen zijn ogen en zijn oren openhoudt voor allerlei signalen die daarop kunnen duiden. Als mensen gaan pesten, als mensen vervelende opmerkingen doen, als mensen geweld gebruiken, dan is het belangrijk dat je daar alert op bent en dat je gaat praten met ofwel degene die dat doet, dat je vraagt waarom doe je dit, waarom zeg je dit. Je moet helemaal die persoon niet zo gewelddadig tegemoet treden. Vaak gewoon gesprek aangaan helpt al heel veel. En op die manier kunnen we proberen het huiselijk geweld tegen te gaan en een halt toe te roepen tegen dat huiselijk geweld. Het project Inclusion of the Youth in Combating Gender-Based and Domestic Violence is op 13 juli van start gegaan in Wanica. Het project is een initiatief van de Women's Rights Center Suriname, de ambassadeurs tegen huiselijk geweld en de Nederlandse ambassade in Suriname. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, de Vereniging van Sociaal Werkers in Suriname en Stichting Navassi hebben ook hun ondersteuning geboden bij dit project.